De pioniersprijzen zijn prijzen die bedrijven die actief zijn op vlak van diversiteit belonen. In drie categorieën, de bedrijven minder dan 50 werknemers, bedrijven met meer dan 50 werknemers en tot slot ook social profit bedrijven. Het is deze keer de derde keer dat we de pioniersprijs uitreiken en we kunnen melden dat eigenlijk er meer kandidaten waren, dat alle dossiers uitgebreider en eigenlijk beter waren en dat bewijst toch wel dat diversiteit leeft vandaag. Meneer Van Avermaat, u bent ook voorzitter van Jobkanaal. Hoe waren de cijfers van Jobkanaal in het voorbije jaar? De cijfers van Jobkanaal in het voorbije jaar, 2009, het crisisjaar, waren uiteraard ook crisiscijfers. Wat wel verheugend is, is om te zien dat de cijfers van Jobkanaal eigenlijk de algemene trend in de markt van werkloosheid en dergelijke volgen. Dat betekent eigenlijk dat, naar men zou verwachten, eigenlijk dat kansengroepen slechter zouden scoren tijdens crisisperiodes, niet noodzakelijk het geval is. Er is wel degelijk een grotere stijging binnen de allochtonen. Allochtonen hebben 25% stijging gekend van de werkloosheid, terwijl het gemiddelde 20% is. Maar bij de ouderen en bij de mensen met arbeidshandicap is de stijging lager geweest. Totaal de drie kansengroepen waar Jobkanaal vandaag op werkt, is maar 14%. Dus dat betekent eigenlijk, in die kansengroepen is er een beter resultaat dan de algemene stijging van de werkloosheid in onze regio. Ik denk toch wel dat we dat kunnen toeschrijven aan de 4 jaar harde en goede werking van Jobkanaal.